super gezellig en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Doe Het Jezelf. Het is zondag, dus tijd voor een nieuw idee. Ik ga in deze film laten zien wat je nog meer kunt doen met een onderzetter. Of in ieder geval wat je nog meer kunt doen. Ik ga je 3 manieren laten zien hoe je dit kan stylen. En dat is eigenlijk weer heel makkelijk. Je hebt een aantal dingetjes voor nodig. Eigenlijk zie je wel vanzelf wat je nodig hebt. Maar je kunt zelf natuurlijk ook je eigen invulling eraan geven. Dus kijk vooral eventjes gezellig mee en ik laat je zien hoe je dit kan doen. Nummer 1. Voor de eerste heb je wijnglazen nodig. Deze zet je op de kop en dan plaats je kaars erop. En verder kan je nog wat leuks erbij leggen, zoals nepbloempjes, zoals ik heb gedaan. Nummer 2. Voor nummer 2 heb je vaccinelichtjes nodig. En deze zet je nu op de wijnglazen. En dan zet je de kaarsen ernaast. Dus dan combineer je het op een andere manier. Nummer 3. Voor de derde pak je wat plantjes die je misschien nog wel ergens hebt staan in een potje. En die zet je erop. Plaats er 2 kaarsen bij. En je hebt gelijk weer iets heel leuks. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Laat vooral eventjes weten hoe jij het zou doen. En tot de volgende keer. Doeg!